Ik heb voor vanavond wat vriendinnen uitgenodigd voor een barbecue. Nou, ik heb al van alles geshopt, maar het belangrijkste heb ik nog niet. Het vlees. Nou, ik ben in Vught bij keurslagerij Jacobs. En ik lees net dat ze een worstenmakerij en een barbecue specialist zijn. Nou, dat is ook een perfect adres, toch? Nou Joost, ten eerste compliment voor je winkel. Het ziet er super strak en modern uit. Is het een nieuw winkel? Dankjewel. Het is inderdaad een nieuwe winkel. Sinds een half jaar zijn we weer geopend in deze winkel. En we zijn er zelf ook erg trots op. En jij bent de eigenaar? Samen met mijn vader en mijn broer, ja. Een familiebedrijf dus? Ja, al heel lang. Mijn opa die is in 1946 in Vught begonnen en we bestaan nog steeds. Kijk aan, nou, jullie hebben echt een heel breed assortiment, kan ik wel zeggen. Maken jullie de producten allemaal zelf? Het grootste gedeelte wel. We werken ook nog met Spaanse en Italiaanse specialiteiten, maar ja, die moet je ook echt daar vandaan halen. Ja. Dus het geeft toch specifiek smaak en beleving. Ja. Maar voor de rest maken we eigenlijk de meeste dingen gewoon zelf. En ik heb begrepen dat jullie ook regelmatig meedoen met wedstrijden. Klopt. We zijn ook regelmatig in de prijs gevallen met goud. Bijvoorbeeld voor de zelfgemaakte snijworst, boterhamworst. En vorig jaar bij het Brabantse aspergegenootschap goud gewonnen voor de lekkerste aspergejam. Lekkerste aspergejam? Ik zie mijn hoek daar al eens liggen. Ik had hem klaargelegd. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Plakje proeven. Zoals ik zei, erg lekker voorbij asperges. Of gewoon voor op brood, of even lekker tussendoor. Is inderdaad niet verkeerd, moet ik zeggen. Maar ja, het is heel lekker hoor. Maar ik kwam natuurlijk eigenlijk wel voor de barbecue. En dit is niet zo geschikt voor de barbecue. Dus. Nee, maar voor de barbecue hebben we ook allerlei lekkere dingen. Van hele simpele dingen, net zoals een speklap, tot wel luxer als een lamspies of een biefstukspies. Of ik heb nou ook nog iets nieuws in het assortiment. Die heb ik op de barbecue alvast klaargelegd. Kunnen we even kijken, zijn ook erg lekker. Oké, nou, je maakt me nieuwsgierig. Naar buiten dan. Oh, dat ziet er mooi uit, maar wat is dat? Verzonnen door een Amerikaan. Het is half runder gehakt, half varkens gehakt. En een rund zegt moer en een varken zegt oink. Kom je op mooi balletje. Nou oh, ja, nou, goed verzonnen in ieder geval. Hè? En hoe lang moet dat op de barbecue? Deze liggen er nou ongeveer een half uurtje op. Daarna zijn ze nog even ingesmeerd met een barbecue saus. Kan die er mooi overheen bakken. En dit is dan het resultaat. En jullie hebben die barbecue het hele jaar door voor de winkel staan? Deze staat het hele jaar door voor de winkel, ja. Maar is alleen in de zomer, neem ik aan? Met deze barbecue kan ook gewoon 's winters. Nou, ik kan me voorstellen dat het mensen aantrekt, hoor. Ik ga er eens even eentje proberen. Geniet ervan. Mmm. Ja, wij zijn er zelf ook helemaal weg van. Dat smaakt goed. Ik zeg, doe er maar 10, dan ben ik vanavond al klaar. Gaan we doen. Mooi.